Het had zo mooi kunnen zijn, wandelen door een duingebied vol mooie grote kantarellen. Maar helaas, bij Bergen naast Alkmaar zijn een heleboel mensen dol op die paddenstoelen. Alleen, die kijken niet alleen met hun ogen, maar ook met hun handen. Toegegeven, zo'n gratis kantarel is natuurlijk heerlijk, maar het gegraai verpest het wel voor de rest. Nou, dit is zo'n prachtstuk. Normaal gesproken staat dit helemaal vol met kantarellen. Ja, we hebben nou toevallig 3 dagen heel erg warm weer gekregen. En het is al een tijd geleden geweest dat het hier flink geregend heeft. Maar je ziet ze nog steeds. Maar nooit groter dan dit, hè? Kijk. That's all. En dat staat natuurlijk niet. Dat staat in schril contrast met hele grote uitgegroeide kantarellen. Ja, dat is toch jammer. Het eten uit de natuur is natuurlijk, ik wil niet zeggen dat het een hype is, want het zal waarschijnlijk nooit overgaan. Maar dat is natuurlijk momenteel in alle hevigheid losgepast, ook bij Nederlanders. Ja, omdat hij zo culinair zo verschrikkelijk lekker is. En ja, het plukken zelf is niet schadelijk voor de kantarel, maar kijk, het is wel ondermijnend voor de natuurbeleving van andere bezoekers die een wandeling maken en graag paddenstoelen willen zien. Maar dat, ja, dat roekzichtloze gepluk van kantarellen, van grote kantarellen, waardoor anderen ze niet meer zien. Vaak, heel vroeg in de morgen kom je mensen tegen met een plastic zak met kantarellen. Zegt u er nou wat van? Dan zeg ik nee, dan zeg ik niet, ik ben geen opsporingsbeambte. Dus, en daarbij is het ook niet echt verboden in de meeste natuurgebieden. Ik vind het gewoon jammer. Ja, waar zijn die hele mooie grote hanenkammen gebleven van vroeger?